Hey, welkom bij Lammetjes Televisie, de allereerste aflevering. Geweldig, superleuk dat je kijkt. Ik ga deze serie voor jullie maken omdat we in deze afschuwelijke crisis allemaal een beetje aan huis gekluisterd zijn. En jullie niet op bezoek kunnen komen bij de schaapjes. En dat terwijl het zo'n ontzettend mooie tijd van het jaar is dat de lammetjes komen. Hey Fransie, ja, goed hè. Jij bent echt al bijna uitgerekend. Vanaf 15 februari kunnen de lammetjes geboren worden. En ik ga jullie zoveel mogelijk mee proberen te nemen in het hele proces. Van het geboren worden zelf tot de eerste stapjes die de lammetjes zetten in de wereld. Een prachtige tijd en ik hoop die zoveel mogelijk met jullie te kunnen delen. Laten we snel beginnen met de eerste aflevering. Ja, deze week stond natuurlijk helemaal in het teken van de sneeuw en dat leverde prachtige plaatjes op. Zoals hier, moet je nou kijken, wat een winterwonderland. Ontzettend leuk en ik heb mooie foto's gemaakt, maar het was ook wel een beetje hard werken. Want de schapen moeten natuurlijk wel genoeg te eten hebben en er een beetje warmpjes bij staan. Dus gelukkig konden ze hier in de stal, daar konden ze zelf inlopen als ze daar behoefte aan hadden. En ik heb enorm heen en weer lopen slepen met water, zodat ze het water bevroor natuurlijk steeds. Dus moest ik keteltjes water koken om dat op die manier te ontdooien. Dat was nog een heel gedoe. Wat kan ik jullie allemaal vertellen? De schapen zijn nu hoogdrachtig. Het is bijna 15 februari en dan kan het lammeren beginnen. Wie weet dat er een lammetje misschien besluit om ietsje te vroeg te komen. Dat is wel een beetje mijn zorg, want ik zou het wel heel fijn vinden als de sneeuw inmiddels een beetje gesmolten is als het lammeren op gang komt. Desalniettemin, als er een lammetje te vroeg is, dan kan ik het gewoon in de stal zetten en maken we daar een soort van kraamhokje. En daar kan de moeder dan de eerste 48 uur goed hechten met het lammetje. En dan kan ik ze bijvoeren. En dan staan ze toch veilig en beschermd. Kijk, hier kan je een beetje zien hoe dat eruit ziet. Daar staat de hooibaal. Een extra hooiruif. Allemaal vitamines. Emmers voor me vol met vitamines. En hier zijn de stallen aan de zijkant. Waar ik hokjes kan maken. Voor de schapen die net bevallen zijn. Wat ik ontzettend leuk vind om te zien, is dat de schapen sneeuw eten. Dus dat is wel grappig, want ik ben enorm heen en weer aan het rijden met water. Maar uiteindelijk eten ze dus hier gewoon de sneeuw om in hun vochtbehoefte te voorzien. Wat ook wel leuk is om te vertellen, is dat er zijn 12 schapen drachtig. En 11 daarvan verwachten een tweeling. Dat is helemaal niet ongebruikelijk bij een Drents heideschaap. Gemiddeld krijgt een Drents heideschaap ongeveer 1,5 lam. Dus 1 op de 2 schapen krijgt een tweeling. En die kunnen ze ook prima baren. Soms heb je dan wel dat de lammetjes ietsje kleiner uitvallen naar verhouding. En je moet ook zorgen dat je ze in de laatste fase van de dracht, en dat is zo deze week, goed bijvoert. Omdat de ruimte in de maag wordt steeds kleiner door die lammetjes die natuurlijk in de baarmoeder groeien. En daardoor hebben ze naar verhouding voer nodig dat een hoger rendement geeft, zeg maar. Omdat ze minder ruimte hebben in hun maag. Dus moeten ze voedzamer voer hebben.
Hé, Francine. Jij gaat misschien als eerste lammeren, hè, denk ik. Want jij ziet er zo dik uit. Ja, ik zie bijna de lammetjes in je flanken hangen. Je kan niet direct aan alle schapen zien dat ze drachtig zijn. Hier hebben we bijvoorbeeld Bloemetje. Die heeft eigenlijk nog helemaal niet echt zo'n opgezwollen buik. Toch is ze hartstikke drachtig van een tweeling. En hopelijk worden dat net zulke prachtige lammetjes als dat zij zelf is. Ja, en hoe weten we nou hoeveel lammetjes we gaan verwachten? Nou, dat weet ik omdat ik ze heb laten scannen door de dierenarts. En die gaat dan, net zoals je dat bij mensen doet, met een soort echo-apparaat tegen de buik van het schaap aan. En op die manier weet hij hoeveel lammetjes erin zitten. En zo hebben we kunnen zien dat de schapen bijna allemaal een tweeling verwachten. En zo zijn we alweer aan het einde gekomen van de eerste aflevering van Lammetjes Televisie. Deze keer helaas nog zonder lammetjes. Maar dit weekend zijn ze uitgerekend en dan kan de lammertijd echt gaan beginnen. Ik hoop je daar zoveel mogelijk in mee te nemen. Zodat je ook tijdens deze hopeloze coronacrisis vanuit huis nog een beetje kan genieten van het heerlijke buitenleven en de prachtige schaapjes. Als je geen enkele video wil missen, abonneer je dan even op dit YouTube-kanaal. En je kan me natuurlijk ook volgen op Instagram, Herder Daniel, en op Facebook, Schaapskudde Doren. In de beschrijving van deze video kan je ook nog een open tikkie vinden, hieronder. En als je het leuk vindt om onze werkzaamheden te steunen en daarmee duurzaam natuurbeheer op de Utrechtse Heuvelrug mogelijk te maken, dan is een kleine donatie van harte welkom. Leuk dat je hebt gekeken en hopelijk tot de volgende keer. Ciao, ciao!